gewoon even uitleggen. Wat we hier doen. Ja. Nou, dat we eigenlijk geen idee hebben wat we hier nou doen. Hi, wij zijn Martin en Twan, allebei 18 jaar, net klaar met onze middelbare school. Het is vandaag trouwens New Year's Eve. Ze gaan een mooi feestje van bouwen. Ja. Oké, maar in alle serieusheid. Wij zijn Morten en Twan. En wij, we komen even uitleggen wat we hier nou eigenlijk doen. Want... We doen namelijk echt iets heel raars. Dan neem jij het even over. Oké, wat het idee is van de Rickshaw Run. Is dat wij van Zuid-India, oftewel Kochi, waar we nu zitten, naar het Noordpunt met Pakistan gaan, Jaisalmer, in een tuk-tuk in 2 weken tijd. Wat een vrij onmogelijke opgave is, maar we gaan het toch proberen. Oké, dus. Ja, we gaan eigenlijk van Kochi. Maar dan klinkt het alsof je er eigenlijk geen zin meer voor hebt. Dat doe jij het al lekker? Nee, doe maar. We hopen dat Ganesh, Vishnu, Shiva. Ons bijstaan en die aap bijvoorbeeld. Het is heel disrespectvol. Oké, maar zullen we gaan ontbijten? Ja, weet ik. Wat gaan we doen? Oh, we gaan onze rickshaw voor het eerst vinden. Ja, ja. Oh, ik zie hem al staan. Oh, oké, we gaan er niet naar kijken. We gaan eerst weer registreren. Oh man. Ze hebben zelf onze namen goed gedaan. Het is wel mooi hoe onze voorlampen verschillend zijn. Het is helemaal niet zo verkeerd hierachter. Hier kan ik zeker wel aan wennen. Oh man, het is warm. Maar het is nu onze registration aan het doen. Zoals je het altijd doet. Wat is de datum? Het is de 30ste. Ah, ja. Gaan we dit lezen? Of, want we moeten er toch mee agreeën eigenlijk. Ja. Nou, dat ziet er allemaal wel snorretjes uit hoor. Okay. We hebben net geleerd hoe we moeten besturen. En nu zijn we aan het testrijden. Superleuk. Op de achterbank. Twan Tio, de Aziat, zit aan het stuur. We weten wat ze zeggen over Aziatische rijden. Zijn we lekker aan het ontbijten? Nou, we hebben nog geen ontbijt. Lekker aan het strand. Oké, Twan met het weer. Het is veel te warm. Vochtig. Veel muggen. Heel veel muggen. Maar het is vooral veel te warm. We gaan even spullen kopen voor de rickshaw. Is er 1 piece voor 50 rupees? 450 voor 1? Oh, no. Hoeveel? 11. Oh, goed. Nee. Ja, dat zijn echt heel mooie kleuren, nee. Ja, maar wat ik me dus afvraag van, is hoe sluiten we auto's op aan? USB. Helemaal beter met... Fitting. Ja. Oké. Verse chrome velgen, man. Daar ben ik wel echt blij mee. Maar weet je, anders kan je tegenwoordig ook gewoon niet meer op straat vertonen, dus... Nee. Ja, maar gewoon gaat hij niet serieus, nee. Oké. Is dat een auto weg en go? Oh. Moet heel verrot. Ja? Ja. Ja, dit heeft helemaal geen zin. Nee, maar je hoort ons gewoon niet, hè? Nee, misschien wel, als je een beetje hard gaat. We zijn net terug voor shoppen. We hebben echt super veel gehaald. We gaan nu even lunchen en dan gaan we het allemaal proberen te monteren.
be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. Alles ruikt naar fucking benzine. Hi George, hey. How are you doing? Good. Money belletje. Het licht er binnen. Oei, dat is een bel weer. Ik heb trouwens nog een cadeautje voor je, Mark. Meegenomen uit Maleisië. Is het die wc-rol daar? Ik zeg vooral alvast even. Ja. Dat ik het best wel kut zou vinden als je het niet opdoet, zeg maar. Ja, maar als het nu een belachelijk hoedje is of zo, hè? Je wou een hoofddeksel. Ja, het voelt al als... Oh, nee. Dit is toch gewoon echt wat je wil hebben. Ah, oh, ja, het staat je goed. Ja, hartstikke goed. Bedankt. Alsjeblieft. Het is een echte, hè? 100% duur. Wat hebben we? Oh, het is klittenband. Ja, dat hoort niet. Moet het wel officieel doen. Ja, absoluut. Zo. Ja hoor. Gelukkig nieuwjaar, jongens. Dat is ook weer veel te veel. Nou, Mart. Proost. En nou, Luke. Op een gelukkig nieuwjaar. Hey, gelukkig nieuwjaar. En het wordt een mooie avond, denk ik. Announcements. Can everyone avoid swimming at this party? Everyone had to wait around for an hour because two dickheads decided to swim back to the mainland. So let's avoid that. Vandaag, laatste voorbereidingen. Als we daar nog tijd voor hebben. Helemaal fris en fruitig vandaag. Ja. Morgen gaan we naar... Kanoer, Kasnoer, Kaboen. Ik weet het niet meer. Naar het noorden. Cool. Moeten we verder nog wat doen? Volgens mij niet. Heel zijn, volgens mij. Stuik op. Nee, ja. Het zijn al twee oude nieuws op een rij dat ik bier over je heen heb geschoten. You've got to be my man! Wil jij vertellen wat, hoe je dag is gegaan? Ja, vrij todo tranqui. Nee, zo geen Spaans. Semi-goed. Semi-goed, ik had beter. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan outfits kopen. Want die oh ja, we gaan nog even outfits... Oh, dan sluiten we het helemaal niet over. Nou, nu een korte montage van ons die outfits kopen. Daar zijn we weer. Ik wil niet een shopmontage hebben. Deze Indiër die wil wat nakken. Oeh, kan ik nog even een spiegeltje meenemen? Een ratje. Hé, rat! Maar hij gaat ook gewoon langs bij de mensen die bezig zijn. Ik bedoel, ga dan bij de toekomst waar niemand is. Oké, maar we hebben vanavond nog een laatste Q&A en dan morgen vroeg vertrekken. Woe! Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de dag vandaag. En uitgerekend de dag hebben we allebei heel kut geslapen. In totaal 4 uur geslapen. Nee, denk ik een half.
wat kan je dan beter doen dan 4 uur lang in een tuk-tuk rijden? 12 uur, niet 4. Ja, dat is zeggen. Zo hectisch. Just don't beat the